1533 tot 1584. Willem van Oranje. De 80-jarige oorlog, die begon als een opstand, duurde geen 80 jaar. In de winter werd niet gevochten. En er was ook nog eens 12 jaar wapenstilstand. Maar deze langdurige strijd tegen het Spaanse bewind leidde ertoe dat de Nederlanden een zelfstandig land werden. Naast wapens bestonden er andere middelen om oorlog te voeren. Met anti-Spaanse pamfletten en liederen werd het bestuur van Philips II aangevallen en de publieke opinie beïnvloed. Een belangrijke rol in het verzet tegen Spanje speelde Willem van Nassau. Onder Karel V moest hij, toen hij het piepkleine Franse prinsendom Oranje erfde, naar Brussel komen. Daar kreeg de hervormde jongen uit het Duitse Nassau een Franstalige, katholieke opvoeding. Hij werd opperbevelhebber van een leger en later onder Philips II stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Maar toen Willem zich tegen de kettervervolging keerde, moest hij vluchten. Vanuit Duitsland ronselde hij een leger tegen Alva. De slag bij Heiligerlee luidde de 80-jarige oorlog in. In veel geuzenliederen wordt Willem van Oranje genoemd en geroemd. De prins van Oranje is te velde gekomen. Vive le geus! Gij wapen als apen, mag je wel schonen. Bedek je neus! Door de prins, ondanks alle wapisten, blijven we geus! De paus heeft gebroken Gods gebod. Vive le geus! Met de Alva jaagt ze hem in kop. Ja, het is heus! Door de prins, ondanks munk en kanun, van de geus! Geuzenliederen hadden een lang leven. Het Wilhelmus van Nassau, over de door Willem van Oranje begonnen opstand, werd de oudste tekst ter wereld die het tot volkslied bracht. En in 2001 werd in een serie van Steven Spielberg over de Tweede Wereldoorlog nog luidkeels een geuzenlied gezongen over de bevrijding van Bergen op Zoom in 1622. Waarin de bekende regels: Berg op Zoom houdt zich vroom, het schudt de Spaanse scharen. Willem van Oranje is een rolmodel geworden van de Nederlandse onafhankelijkheid. Hoe wordt iemand een rolmodel? Je wordt een rolmodel door heel goed te zijn. Door revolutionair te zijn, door anders te zijn dan andere mensen. Johan Cruijff bijvoorbeeld, die voetbalt al, ik geloof al 20 jaar, 30 jaar niet meer. Maar die is nog steeds een rolmodel voor allemaal voetballende kinderen. Het is zeg maar een symbool voor ideeën. Zo zal bijvoorbeeld Hillary Clinton ook een rolmodel zijn voor bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie. Je kan Nijdood ook nog een grote rolmodel worden, omdat mensen jouw gedachten, Nijdood, belangrijker vinden en je gaan idealiseren. Zo iemand kan dan eigenlijk zijn eigen leven overstijgen, omdat zelfs naast de dood is hij nog heel belangrijk voor anderen. Wat kan een rolmodel voor iemand betekenen? Ik denk dat als mensen het gevoel hebben dat ze zelf niet groot kunnen worden, dat ze dan zich gaan optrekken aan een rolmodel. Mensen hebben het nodig, denk ik, om tegen iemand op te kijken, om iemand te bewonderen. Ik denk dat mensen zich willen identificeren met mensen die beter zijn, om zichzelf ook beter te maken. Ze kunnen de ideeën van die persoon dan gebruiken om hun eigen droom waar te maken. Ik denk niet zozeer dat mensen een rolmodel nodig hebben, maar ze hebben ideologie nodig. En die ideologie kan verwezenlijkt worden in een rolmodel. Mensen hebben vooral houvast nodig. Wie is jouw rolmodel? De bondscoach van het Nederlands honkbalteam. Mijn moeder. Malcolm X. Nelson Mandela. De zangeres van Crasip. Danny de Munk. Van niets tot alles in no time. Waarom wordt Willem van Oranje vader des vaderlands genoemd?